Heel veel mensen willen allerlei andere dingen nog in zijn hond stoppen. Dat hij netjes kan zitten, dat hij netjes kan volgen. Dat hele appel heb ik achter me gelaten. En ze hoeft ook geen voorwerpen te zoeken. Ze moet alleen dat doen wat belangrijk is. In principe zijn die honden gewoon helemaal voor die vermiste. En dan springt hij weer op dat ding. De eerder, denk je niet? Maar het is wel auto, want daar ligt nog iets. Vlak langs de kant. Hij moet hij liggen. Moet. Het hoofd, lichaam, benen. Keer zo'n boete en we zijn gewoon fiet. Hoe kan je nou mensen die hetzelfde doel hebben, die gewoon andere mensen willen helpen, die daar gewoon hun hele leven opofferen, zo in de rug trappen? Ja, dat snap ik echt niet.